honger! Wij hebben honger! Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik denk veel aan je. Je oom Tom. Oh nee, hè. Rode knoopjes. Als dat maar goed komt. Tot ziens, Max. Koude vrieswind om het kasteel giert, houden de spoken zich warm voor het haardvuur. Ja, ja, dat waren nog eens tijden, vroeger opnieuw zwenen steen. Ja, ja. Ja. De laatste graad van Nieuw Zwijnenstein is verdreven. Robert van Zwijnenstein weigerde commentaar te geven op zijn overhaaste vertrek. Maar er gaan geruchten dat hij 's nachts veelvuldig uit zijn slaap werd gehouden door angstaanjagend spookgehuil.
foto's van Simon. Kijk hier, Simon op de top van een berg. En hier, Simon aan de zee. Ja, het lijkt wel of Simon hier een vis heeft gevangen. Ach, ik ben ook bij de piramides geweest, zo'n 200 jaar geleden. Simon op skis. Wat zeg je daarvan? Kijk nou recht. Max heeft de geheime gang gevonden. Ja, zeg. Wat zeg je me daarvan? Die goeie oude geheime gang. Die was ik helemaal vergeten. Oh nee. Moet ik daar echt in kruipen? Durf je dat wel? Moet Max in de open haard kruipen? Ja? Nee. Ja. Dit is de bibliotheek van Nieuw-Zwijnestein. De spoken lezen hier nachtenlang. Ik vraag me af of hier ook sokjes verstopt zitten. Jippie-a-jee, Max heeft weer een sokje gevonden. Maar deze is rood, zo rood als zijn tomaat. Niks voor Simon. Zo, kleine Max. Dat hadden wij niet afgesproken. Zo is er geen lol meer aan. Is met zijn uitvinding. Kijk daar, de grote Max staat aan de hemel. Goed gedaan, Max. Je hebt een geel sokje.
vlakje gevonden, zo geel als de sterren. Nu ontbreken er nog maar 5 gele zakjes. Waar wil je nu spelen? Hoe wordt een spook een goed spook? Daar moet hard voor gewerkt worden. Spookkinderen leren alle trucjes om mensen aan het schrikken te maken op de spookenschool. Eten graag kleine gele sokjes, terwijl de wat oudere spoken de voorkeur geven aan gestreept ondergoed. De alleroudsten, de meer ervaren spoken, eten het liefst geruite truien. De deur naar binnen? Ja? Nee? Ja! In de slaapkamer staat een prachtig hemeldak. Is dat beddengoed? Of ligt daar een spook te slapen? Max vraagt zich af of spoken wel eens dromen. Zo, kleine Max. Tijd voor een raadseltje. Welke voorouder droeg de naam Prinses Varkenskop? Hoe weet jij dat toch? Welke voorouder stond bekend als Baron Wanhoop? Goed zo! Welke voorouder droeg de naam Hertog Oudezeur?
jij hebt geluk. Welke voorouder stond bekend als prins Ragebol? Hoe weet jij dat toch? Welke voorouder luisterde naar de naam gravin Beefried? Nou ja, niet slecht. Welke voorouder luisterde naar de naam prinses Vrouwlelijk? Nou ja, niet slecht. Ja hoor. De spoken spoelen zich onder de koude kraan af. Als een vlek er niet afgaat, is er nog altijd de wasmachine. Een spooktrein!
zijn. Super! Wil je met Max een ritje in de spooktrein maken? Ja? Nee.